Welkom bij het grote knutselfeest! Wat gaan we vandaag knutselen? Sneeuwpop. Een nooit smeltende sneeuwpop. Tada! En daarvoor heb ik een nieuwe kunstenares uitgenodigd. En dat is niemand minder dan... Juliette. Wat gezellig dat je er bent. Hé, maar vind je niet dat ik eigenlijk ook zo'n leuke kerstversiering moet? Oh, wat heb je er veel! Ja? Een kerstboom. We gingen een sneeuwpop maken. En wat hebben we vandaag allemaal nodig om een sneeuwpop te maken? Een pot! Oeh, een hele zware bloempot! Ballengevecht! Oh nee, dat vind ik veel te gevaarlijk. Maar wat zijn dat? Piepschuime ballen, hè? Wat zijn dit? Knoop. En? Kwast. Een kwast. En? Ja. Een verfpot. De eerste stap is dat we de bloempot wit gaan verven. En daarvoor gebruiken we... Schilder, klaar! Schilder, klaar! Nou, ging het maar zo makkelijk! Yes, lekker verven. Dit gaat hartstikke goed. Dit heb jij vaker gedaan, hè? En hij mag helemaal alle randjes. Kijk, dit was dus heel goed dat we een schort aan hadden, hè? Ja. Heb jij zelf eigenlijk wel eens ooit een sneeuwpop gemaakt? Ja? Had die ook een naam? Rosalie. Heet die Rosalie? Oh, dat is nu al de leukste sneeuwpop van de hele wereld. Hé, hey, en wat doe je nog meer als het sneeuwt? Sneeuwballen gemaakt! Oh, ja, oh, dat vind ik altijd wel spannend hoor. Oh, het wordt alleen maar erger. Zijn dit zeer speciale knutseltechnieken? Maar hij is nog niet helemaal klaar. Nou, hij is helemaal wit. Wat goed. Ik denk dat het tijd is om hem even lekker te laten drogen en de handjes te wassen misschien, hè? De pot is lekker aan het drogen, dus tijd voor de volgende stap. En we gaan beginnen met het hoofd van de sneeuwpop. En daarvoor gebruiken we deze papieren bonnen. Nee. Hallo. Is daar een sneeuwpop? Ja. Ik denk dat we er één sneeuwpop van maken. Dus we gaan zijn hoofd in elkaar zetten. Zal ik het gezicht op de sneeuwpop tekenen? Even kijken hoor. Zo. Dat is vast één oog. En nog een oog. Zo. Wat heeft een sneeuwpop nog meer op zijn gezicht? Een neus, maar die is dan oranje. Nou, heb ik toevallig net oranje papier hier? Zal ik daar eens even een neus van proberen te maken? Oh, wacht. Kijk! Zo. Top. Yes! Als ik er nou kleine knipjes in maak... Ik heb de knoop nog niet klaar. Oh, ga jij even door met de knopen. Dat is belangrijk, hè? Dat is heel belangrijk voor de sneeuwpop. Dan vouw ik de... Ik vouw de knipjes zo naar binnen. En dan heb ik een ondergrondje. Dan doe ik er wat dubbelzijdig plakband op. En dan plakken we zo de neus... Plop! Op de sneeuwpop. Kijk! Hey! Nou, wat lijken jullie op elkaar, zeg. Wat mist er nog? Mond. Een mond. Ja, ik ga het hoofd nu vast op de bloempot zetten. En daarvoor gebruik ik satéprikkers. En die prikken we aan de onderkant in het hoofd. Kan je het goed zien? Ja. Oké, super. Zo. Doe er nog eentje in. Dan gaan we hem op de bloempot zetten. Ga je mee? Het moment van de waarheid. Oh, kijk nou hoe leuk die wordt. Ik vind het wel een beetje sneu dat de sneeuwpop geen armen heeft. Nee. Nee, ik denk dat we daar toch iets aan moeten doen. En daar heb ik iets leuks voor bedacht. Ik gebruik een pijperrager en een sneeuwbal voor de handen van de sneeuwpop. En daarvoor prik ik de pijperrager in de bol. De armpjes maken we vast aan het hoofd van de sneeuwpop. En daarvoor tillen we het hoofd een klein beetje op. Heb je het allemaal goed op beeld, cameravrouw? Je bent opeens van knutselassistent naar cameravrouw gegaan. Oké, de volgende arm erbij. Dag, nu ga ik naar mijn knutselvrouw. Doei! Tada! En nu, waar denk je dat het nu tijd voor is? Wat een goed idee! Hij moet natuurlijk nog kleren aan. Eerst een jas. En daarvoor had jij al hele mooie knopen uitgezocht, hè? Deze. En die gaan we met een klein beetje lijm op de sneeuwpop plakken. Klein beetje lijm op. Ja! Nog een knoopje. Perfect. En de laatste. Top. Zijn jas heeft hij al aan. Maar wat moet hij nog meer aan?
Een muts en een sjaal. Oh, natuurlijk, anders krijgt hij het veel te koud. Woehoe! Oh, nou, komt dat nou gewoon uit de lucht vallen hier? Ja. Wat top! Maar we mogen hier van mijn moeder doorheen knippen. Even kijken of die past, maar hoor. Hij is wel iets te groot. Dat is toch leuk? Zo. Hij is een beetje te lang, hè? Knip er maar een stukje vanaf. Zo, jij bent lekker aan het knippen. Yeah! Oh, bijna! We zijn er bijna! Ja! Het is goed gelukt. Goed gelukt? Ja. Nou, wat super. Dat hebben we goed gedaan. 3, 2, 1. Tada! Oh. Ik kan niet wachten om het aan mijn zus te laten zien. Oh, dat snap ik. Hij is ook zo mooi geworden. Willen jullie nou ook nog meer mooie knutsels zien? Check even de afspeellijst van het knutselfeest. Dan zien we jou volgende keer. Fijn kerstfeest! Doei!